Ik heb eigenlijk heel veel dingen achter de schermen gedaan, dat ik eigenlijk dingen moest regelen. Dat zijn een paar dingen. Ik heb met een groen meegegeten. En... super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals jullie weten. Ik ben al lekker richting werk toe. Ga ik lekker werken. Ik heb niet echt veel zin in, maar ja, ik moet er wel een leuk van maken. En ik ga kijken. En ik ga denk ik gelijk naar de voordeur, want meestal een uur of zes wordt gelijk de voordeur gelijk geopend. En dan ga ik nu gelijk naar de voordeur. Want volgens mij is er nog niemand, letterlijk niemand, binnen. Dus ik ga dan nu gelijk naar de achterdeur. Dan ga ik lekker werken. Vandaag. Oh, superleuk weekend gehad. Kerstboompartij, zoals jullie hebben in heb je gemist. Check de V-vlogs terug voor mij. En dan kunnen jullie het allemaal vinden en zien. En ik ben alweer klaar en ik heb wat lekkers meegenomen voor dadelijk vanmiddag dadelijk te eten. En ben ik weer zo slim om mijn camera te vergeten, echt. Als mijn hoofd niet aan zat, weet ik het ook niet meer. Maar ik ga lekker nu richting huis toe. Ga ik lekker even lunchen. En nou, dat in ieder geval sowieso doen. Ik heb twee dingen, dus ik heb curry salade en kipfilet, gerookte kipfilet. En dan ga ik dat even lekker eten. Oeh, die broodjes waren ongelooflijk lekker. Die heb ik in mijn buik geknabbeld. Dan ga ik nu even lekker ruizen aan doen. En wat ik ook ga doen, die planten gooien, die is al helemaal verracheld. Ga ik helemaal weg doen, ik vind het zonde, maar ja. Dood is dood. Dus ga ik vandaag zo meteen in de prullenbak gooien, dadelijk in de prullenbak gooien. Dit even opruimen. En ik ga nog even lekker een kopje koffie zetten. Want ik heb nu natuurlijk vanmiddag vrij. Dus ga ik dat nu lekker doen. Lekker bakken koffie. Dus, en wat zullen jullie al zagen, Ganja zat in de doos gisteren. Ik vond het nog steeds geweldig. Ik ben deze keer heeft hij dat niet gedaan. Maar, nu even lekker wat ik al zei. Even een bakje koffie. Ik heb kerstboom aanstaan. Ik zit alleen nog te denken. Maar ik zit te denken dat ik even met de begeleiding ga over hebben. Om die lichtjes. Even kijken waar ik die heb laten liggen. Wat ik al zei gisteren. Liet zien deze lichtjes. Ergens op te hangen. Maar waar weet ik nog niet precies. Maar dan ga ik nog even kijken hoe... waar zou ik dat gaan doen? Ik heb eigenlijk heel veel dingen achter de schermen gedaan. Dat ik eigenlijk dingen moest regelen. Dat zijn een paar dingen. Ik heb met een groen meegegeten. En iets achter de schermen gedaan. Wat ik nog niet op YouTube kan. Maar ik ga het binnenkort ergens over hebben. Op YouTube. Hierop dus. En dan ga ik met jullie dus delen. Wat eigenlijk als mensen met beperking eigenlijk heel erg belangrijk zijn. Want ik heb een DM gekregen, verder ga ik er niet op in. En dat ga ik binnenkort over hebben. Jullie gaan het wel horen in ieder geval. Ja, dat kan ik je eens in ieder geval meegeven hoe dat allemaal zit. Dus ik heb er een beetje ergens mee bezig. Iets leuks. En jullie gaan het binnenkort horen in ieder geval. Maar ja, dat is ook weer beter. En... ik heb met begeleiding over gehad, maar ik weet geen flauw idee waar ik deze licht kan ophangen. Ik weet niet of jullie kunnen helpen mij om te verzinnen waar ik deze lichtjes kan neerhangen. Want om die buis bij de kachel is niet verstandig. Dat zei mijn begeleiding ook al en daar had ik al andere begeleiding, ik heb met de weer andere begeleiding weer over gehad. Op zijn idee had ze, dan zei je van ja, moet je even met mijn collega's over hebben. Maar ik weet geen flauw idee. Kijk, ik zou bijvoorbeeld wel hier kunnen doen. Maar dan zou dit waterbakje daarheen moeten. Maar daar zit ongelooflijk veel stroomgebieden, om zo te noemen. Heel veel stopcontacten. Dat is helemaal gewoon niet handig, omdat daar water in natuurlijk zit. Dus wil ik even meegeven, zet water... nooit bij je stroom neer, want dan gaat het fout. Dus, het punt is dat eigenlijk de lampjes daar moeten beginnen. Die gebied. Mijn lampjes moeten daar beginnen. Maar het punt zit, daar zit die buis van de kachel. Dus
ik zit gewoon zo te kijken. Ik heb geen flauw idee waar ik moet beginnen. Ik weet niet of jullie ideeën hebben. Dat zou hier kunnen. Dat hier, want hier zit wel stopcontact nog. Want dat is alleen stopcontact van deze twee lampjes. Deze. Maar die gebruik ik bijna nooit. Dus die zou bijvoorbeeld wel eruit kunnen. Als we eens even kijken. Hoe moet ik dat allemaal regelen, jongens? Ja, Gonja, help jij eens even mee. Hey. Want ik heb geen flauw idee. Ik heb er zoveel over na zitten denken en kijken. Maar ja, ik hoop dat ik eruit kom. Ik hoop dat jullie ideeën hebben daarvan. Ja, hier zit een stopcontact, maar daar zit die folie onder. Naast mijn wasmachine, maar die zit bomvol. Het enige echt waar ik kan beginnen is daar zo. Of, ik heb wel een plekje nog. Ik moet alleen daar even licht aan zetten. En dat is bij mijn bed. Zit toch eentje. Maar, zit die vol? Nee, hij zit niet vol. Dus daar zou het nog kunnen. Want hier zit hij wel vol. Ja. Maar hoe dan? Moet ik hier beginnen? Allemaal gaan doen. Ja, dan. Nou, ik zou hier ook geen raad weten, jongens. Heb ik nou iets gekocht wat ik helemaal niet kan gebruiken? Dat zou stom zijn voor mij. Letterlijk stom. Maar ja. Fouten maken kan natuurlijk. Maar het zou echt wel een lompe actie van mij zijn. Aan de andere kant ook niet. Want stel je voor ik zou verhuizen. Kon ik daar weer meenemen. Dan heb ik in ieder geval wel lichtjes. Want het zou wel lachen zijn. Als ik nou wel wil iets licht te bereiken. Maar ik denk dat dat helaas niet kan. Moet ik ook weer licht deze licht aanzetten. En Gaia ligt denk ik toevallig hier op bed ook. Kijk eens. Hey. Het zou wel grappig zijn als ik die dan eigenlijk stopcontact in doen en dan naar buiten laat en dan bij mijn voordeur laat gaan. Ik weet niet of dat gaat lukken. Het zou heel leuk zijn. Ik ga daar eens even kijken of het gaat lukken. Maar dan doe ik wel even achter de schermen, want anders kost het ook alleen maar tijd. Misschien ga ik dan morgen even in ieder geval even kijken. En begeleidende momenten heb ik gehad natuurlijk, maar wat ik ook even ga doen is even wierookje. Maar ik ga er even kijken hoe ik dat allemaal opgelost met die licht. Want dat wil ik echt best wel weten eigenlijk namelijk. Maar ja, dat komt wel goed. Ik ga een oplossing verzinnen. En wat ik ook binnenkort ga doen is iets vertellen over iets wat ik nu nog niet kan zeggen. Maar binnenkort ga zeggen. Nou, hou mijn vlogs in de gaten. Ik zou zo checken. Zo elke dag. Zou het tof zijn als jullie elke dag checken. Ik ga in ieder geval daar iets over zeggen. Het enige wat ik kan zeggen, vind ik, het gaat over lichtstandperking. Want ik heb trouwens letterlijk veel over lichtstandperking. Af en toe niet, maar het hoeft niet altijd natuurlijk. Maar ik wil een paar dingen wat belangrijk vertellen, wat algemeen wat belangrijk is. In het leven ben ik eigenlijk vergeten om hier ook aan te zetten. Maar ja, maakt niet uit. Oh, even leuk. Zo. Maar ik heb tussendoor heb ik even nog eens een beetje rond te kijken waar ik die licht kwijt kan. Echt ongelooflijk. Ik weet echt geen flauw idee waar ik het kwijt kan. Maar ja, wat ik nu ga doen is even lekker slapen. Morgen weer een dag. Dus ik doe lekker rolgordijn naar beneden. Ah, nu gaat hij makkelijker. Zo, hop. Dat is de softroom blik. Niet veel, lekker handig voor mij, maar ja. En dat was ik ook vergeten. Soms vergeet ik het al dus. Dat is eigenlijk ook iets van lichtstandsbeperking. De was. Zit in letterlijk bomvol, maar kan gebeuren. Dat moet wel zo af en toe gebeuren en dan gaat het gauw worden. En dat is juist met mijn beperking te maken dat ze vergeten. Dus ja, en ik zie ineens, omdat ik heb vandaag best wel druk gehad. Ding iets achter schermen regelen. Begeleidend moment. Dan even lekker denk je, gezellig een lekker bakje koffie te drinken met de groep.
En dan eten erbij. En dan denk je even relaxen achter de computer. En dan heb ik het op het moment van, oh ja, dit is niet waar je stilgestaan dat ik nog die heb. En ja, dat zijn de beperkingen, mensen denken best wel veel. Sommigen zijn er snel in denken van, oh wacht, die moet ik doen of dat moet ik doen. Het ligt elke bij iedereen verschillend. En ik heb het moment dat ik te laat, dat ik het wel weet, maar laat, te laat. Elke keer net te laat. En sommigen, je hebt mensen met beperkingen die het net op tijd weten, of net precies op tijd. Of soms denkt met verschillen te maken wat ze vinden die belangrijk. En toevallig kan ik het ook over hebben. Want Rick en mijn vriendin. Mijn vriendin zat te erger hè? In mijn vlog, zei ze. Maar nu zie je, ik het op een moment. En Rick dacht, die had de oplossing, maar die oplossing heeft hij niet. Want hij dacht. Oplossing te hebben, maar dat heeft hij niet. Want hij had hem zo. Nou, hij wil het letterlijk niet doen. Nou, weet je wat ik doe? Ik doe lekker hier. Oh, kijk, ik. Er zijn mensen die er erger iets aan dat die scheef staan. Nou, ik heb dat al dat niet, namelijk. Maar degene die daar irriteren kunnen niks aan doen, maar. Dat heeft iedereen anders. Ik heb heel soms momenten dat ik daar aan irriteer. Als het kan, dan wil ik het rechtzetten. Maar als het niet mogelijk is, dan denk ik van, ach ja, we maken daar druk om. Er zijn veel erge dingen aan de hand, dus vandaar. Maar ja, wat ik ook wil gaan doen is lekker licht in mijn bedje toe. Wat ik tegen jullie wil zeggen is jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog.